Ja, het mag dan wel al 9 uur zijn, maar we zijn niet klaar met je. Straks om 10:55 namelijk een aflevering uit de Amerikaanse komische serie Unhappily Ever After. En hierin krijgt Jenny het onzalige idee om eens flink in zichzelf te gaan laten snijden, omdat ze op die manier aantrekkelijker zou zijn voor het mannelijke geslacht. Om 11 uur vindt Veronica het derde deel van de ingrijpende documentaire serie De Rode Herinnering uit. In deze serie wordt aandacht geschonken aan het fenomeen NPMPS, oftewel meervoudige persoonlijkheidsstoornis, en het mogelijke verband met ritueel misbruik in Nederland. We sluiten de avond af om 11:30 met een nieuwe aflevering uit de serie Riptides. Maar pak nu eerst een grote zak chips, een fles cola, leg je voeten op de bank en sit back and relax. Zondagavond speelt vanavond Blindfold Acts of Obsession. Madeline is gek op haar man Mike, maar als de fut uit de relatie lijkt te zijn, lekker jaren 90, met hem in relatietherapie te gaan. Die stelt voor eens flink op de experimentele tour te gaan om zijn te verhogen. Maar als ze dat in praktijk brengen, loopt het echter flink uit de hand.